Nou, ik denk dat de terrassen toch aardig vol gaan zitten deze week. Het is mooi weer, dus ik hoop dat mensen toch nog naar de binnenstad komen om van het terras te genieten, van het mooie weer te genieten. Toch een beetje dat Vierdaagsfeestgevoel mee te nemen. Ondanks het mooie weer is het door het hoge water geen ramp dat de grootste drukte uitblijft. Dat vertelt Joris Bouwmeister, organisator van de Vierdaagse Feesten aan RN7. Ja, en hadden we geen corona gehad en wel het hoge water, dan hadden we ook nog wel een probleem gehad, denk ik. Omdat op de Waalkade normaal gesproken toch een aantal podia staan of een aantal evenemententerreinen zijn. Of die dan allemaal door hadden kunnen gaan, dat was nog wel even de vraag geweest. En dat verschuift natuurlijk ook wel weer naar de binnenstad. De bezoekers die daar niet terecht kunnen, komen dan waarschijnlijk wel weer naar de binnenstad. Dus ja, dat geeft alweer allerlei andere vraagstukken waar we denk ik voor de komende jaren toch ook wel weer een klein beetje rekening mee moeten gaan houden. Is toch wel iets om mee rekening te houden. Waarom is dat voorgaande jaren eigenlijk niet gedaan? Ja, het is zo uitzonderlijk, want we hebben dit nog nooit meegemaakt. Dat het hoge water zo in de derde week van juli hoog staat. Dit zijn weer nieuwe zaken die toch weer in een ander scenario wel weer terug moeten komen. Ja? Nou, toch nog een aantal activiteiten deze week in de stad. Maar ik verwacht dat jullie ook al een beetje vooruit blikken naar volgend jaar. Absoluut, ja. Nee, we hebben er natuurlijk ontzettend veel zin in om volgend jaar wel een mooi feestje te kunnen organiseren hier in het Nijmeegse. En daar gaan we ook vanuit dat dat natuurlijk prima kan. We zien natuurlijk wel wisselende geluiden rondom besmettingen. Maar gelukkig ook heel veel vaccinaties die gezet worden. Dus we gaan er toch vanuit dat we toch langzaamaan een klein beetje afscheid mogen gaan nemen van corona. En dat we volgend jaar toch wel weer volwaardig door kunnen. We zijn het grootste evenement van Nederland met toch een beoordeling in de hoogste sfeerbeleving. Ja, dat krijgen we ook omdat er voor iedereen een plekje is op deze Vierdaagse Feesten. Er zijn verschillende podia, iedereen voelt zich er thuis. De sfeer is heel gemoedelijk. Ja, en dat gevoel willen we eigenlijk nog wel meer gaan uitnutten en gaan kijken of we dat toch nog mooier kunnen maken en nog meer mensen welkom heten op dit mooie feest. Een beetje hetzelfde gevoel als 2019? Ja, 2019 was natuurlijk, als je terugkijkt, een heel bijzonder jaar, omdat het ook een jubileumjaar was. Maar aan de andere kant is dat ook de laatste keer dat de feesten zijn doorgegaan. En toen waren er 1,7 miljoen bezoekers in de stad. Dat is natuurlijk ongekend. 7 dagen feest, 1,7 miljoen bezoekers. Dat willen we toch wel heel graag terug. In 2020 weer 1,7 miljoen bezoekers. Nou, niet per se 1,7. Hè. Het gaat niet echt om de aantallen. Maar dat de stad lekker vol is, de pleinen weer vol staan en de horeca het ook weer, de mensen weer mogen ontmoeten en ontvangen. Ja, dat zou natuurlijk wel heel tof zijn. En dan gaat het mij niet om of dat 1,7 miljoen bezoekers zijn of 1,5 of 1,2. Als de stad maar vol is en iedereen er een mooi feest van kan maken.